Assalamualaikum! Nee, zo beginnen we nooit. Dat zijn we. Ja, we... Ja, we zijn er weer. Nee, jawel, jawel, jawel mensen. Hier zijn we weer met de gloednieuwe video, gloednieuwe aflevering, dames en heren. En we zijn in... Waar zijn wij? Dubai. Dubai, ja, 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 ja. En waar waren we vorige keer? Waar waren we vorige keer? In Spanje. Smeet deze gozer op taal. We waren toch in Istanbul? Istanbul. Ja, geen Istanbul. Instaboel. Nee, Insta... Alleen, ik ben het zo leuk helemaal kwijt. Maakt niet uit, dames en heren. Maar ja, we zijn hier in Dubai. Dit is één van mijn dromen. Dat meen ik oprecht. Ik heb dit wanneer? Ja, toen ik echt klein was, toen wist ik van oké, ik wil naar Dubai. Ik wil naar... Het is nooit van gekomen. Eerst omdat ik gewoon niet kon veroorloven. En daarna ik... Nee. Nee, nee, dat mag niet. Dat mag niet. Dat, hey, luister, dit is een islamitisch land. Dat soort dingen doen we hier niet. Pas op. Oké. Brein. Nee, ja, geen brein. Kijk naar mij uit voordat we hier pas zitten, Leibert. Zoals jullie weten, dit is een reis wat mede mogelijk gemaakt is door H-Travels. En H... Mai. Mag ik alsjeblieft even gewoon even mijn video afmaken? Mag dat alsjeblieft? Mag dat alsjeblieft? Oké, dankjewel. Dit is een video wat mede mogelijk gemaakt is door H-Travels. Zij verzorgen onze reizen, vooral verre reizen. En waar zij ook onbekend staan, wat ik vorige keer al zei, is juist die combinatiereizen en zo. Dus... Ik ben benieuwd, er komen hele gekke afleveringen aan. Maar voordat we nadenken over andere afleveringen, laten we in het hier en nu genieten. Want nu zijn wij in... Dubai. Dubai. Wat moeten mensen doen, Willem? Abonneren. Abonneren, want wij zijn echte... Echte mannen. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Ik heb er zin in. Positiviteit, activiteit, negativiteit, geen tijd voor, heel wegen door, brein. Zo. Hoi. Ik ben niet zo gek. Gaan we eerst even eten? Of wil je naar het strand? Eten. Hè? Eten. Waar wil je gaan eten? Zeg maar. Hamburger. Patat. Hamburger en patat. En waar gaan we dat doen? Waar wil je dat doen? In? Waar gaan we dat doen? McDonald's. McDonald's. We gaan gewoon naar... Laat het gewoon doen. We gaan gewoon naar McDonald's. Yalla. Love. Oh, deze is allemaal voor Brian. Oh, 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 oh. Die is voor jou en die is... Ja, zo. Wat? Wat dan? Alles is voor Brami. Hè? Huh? Hey. Kijk eens, jongen. Eerst een kusje. Eerst een kusje. Nee, een kusje. Kusje. Nee, een echte mannekus. Echte mannekus. Hier, hier. Brian. Ja, oké, geef maar. Nee, hier, hier. Nee, hier, niet hier. Je geeft me elkaar hier. Alles Brian. Voor... Alles voor eten, hier. Kijk eens. Ja, maar, zien we dat. Gaan we eten? Ja, sorry. Het is... Nee, dat moet ik gewoon even laten zien, sorry. Zien we? Die eerste. Wacht. Heb je bismillah gezegd? Wacht. Wat is het? Wacht. Oh. Bismillah. Mag ik een servetje doen? Kan ik deze man aanvallen? Hij haalt niet eens adem, die gek. Mooi jongens, love. Dames en heren, de eerste stap op het strand. Ja, 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 kom maar. Kom maar. Ik vind deze man. Allee, dat grandioos. Ja, alleen.
يا بابا خليك يا نادر حرام خلينا نسيات يا انت حرام وراك الناي يا شنان مدام سنيرة هل كلار فور؟ Ik heb zo'n bodycam. Ben je klaar voor, Gabi? Ja, man. Sorry als de beelden wat minder zijn, dames en heren, maar we gaan ons best doen. Bilal, ben je klaar voor? Ja. Can we go? Nou, mensen, we gaan naar de overkant zwemmen. Ik zie jullie zo. Kom op, Bilal. Kom op. Kijk. Kom op. Deze kant. Moet die kant. Kijk, hier. Kom op. Nee. Hé. Hey. Hey, hey. Wat doe je? Kom. Komen ze. Go, go, go. Hoi. Hoi. Zag je dat? Hey. Nu is Bilal aan de beurt. Wacht, kijk nou uit, wacht. Wacht. Nee, niet daar, niet daar, wacht. Wacht. Helemaal getikt die gozer. O'Brien! Deze gozer is helemaal getikt. Hij duwt me gewoon van dat ding af. Kijk eens. Oké. Als je dik op je bed komt, kijk hoe die doet. Ja, lekker. Kom dan. Het is de bedoeling dat dit snel gebeurt, Milo. Wow. Daar gaan ze. Oh, niet duwen. Nee, niet duwen. Ja, je duwt mij. Ga maar, rennen, 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 rennen. Rennen, rennen, rennen. Kom op, kom, kom. Kom op, Bilal. Kom op. Ja, go, go, go. Mama. Hij krijgt terug. Ja. Ja, die. Hij denkt die spring erin. Voordat ik erin word. Ga maar. Jelle zit, ga maar. Nee, hey. Gebeurt hier allemaal blunders. Tangzooi. Hier ben ik. Stop me. Hier ben ik, hier ben ik. Stop rustig, me. Rustig, niet aan mij hangen. Rustig, rustig. Rustig, blijf midden in de wind. Wow. Kom maar. Stop me. Stop me. Ja, ga maar daar. Ga maar daarheen. Nee, daar. Kom maar. Bilal, wacht. Bilal, kom maar. Ja, goed zo, goed zo. Ga maar springen. Nee. Ga maar. Hier, kom. Nee. Bilal, ga maar.
Wille. Wille, ga maar. Wille, je gaat op mij vallen, kom eens. Wille, kom maar. Wille, geef maar je hand, geef maar je hand. Wille, geef maar je hand. Geef maar je hand. Ja, goed zo. Goed zo, Wille. Laat het los, doe pijn. Niet hangen. Wille, niet hangen. Laat het los. Rustig blijven. Hij trok me helemaal naar beneden. Goeie joh. Wat mensen niet weten, is achter al die mooie prachtige beelden en zo, deze gozer die heeft dus super veel hulp nodig, weet je. Dus ja, hier kijk, zelfs dit moet gewoon helemaal opgedroogd worden. Dus als jij snel wilt gaan doen, gaat het niet worden. Alhamdulillah, wallah, hij zei net tegen mij, hij zegt dankjewel Brian. Wallah, ik vertelde net ook al van dat. Dat maakt mij weer dan helemaal gelukkig, weet je. Dat ik denk van ja, hij waardeert het wel gigantisch, weet je. En dit ben hier. Ik wil lekker gaan. Slippers lekker schoon. Lekker? Ja. Kaffee. Gaan naar onze kamer. Ik ben gesloopt, Allah. We gaan gelijk door, toch, boys? Ja. Zo. Nou jongens. Dit is onze kamer. Mag wel een iPad. Wat zeg je? iPad. Ja, je gaat. Oh. Oké. Nou, dit is een beetje onze kamer. Ja, het is wel echt ruim, man. Kasten. Bad. Zit gewoon top uit. Douche. Alles. Ja. Nou, het ziet er goed uit, dames en heren. Ja, ik had hem natuurlijk al gezien. Kijk. Dat is Tarzan. Mooi. Ik ga douchen, omkleden. En dan gaan wij weer de hoort op. Zo is het maar, dames en heren. Ja, we zijn er gewoon. Ja, hier zijn we weer. Ja. Nou, we zijn er nu even, we willen even wat gaan drinken. En, nou, ik zeg je eerlijk. Hey! Wat ben je nou aan het doen? Dus we gaan nu eventjes kijken waar we wat kunnen drinken. We moeten nog gaan eten en zo. En, nee, kijk nou uit. Hey. En dan belooft weer een hele mooie avond te worden. Hij is trouwens wel moe, want hij heeft de hele dag strand. Hij heeft nog niet geslapen, behalve een taxi nu net. Maar hij begint wel irritant te doen. Ik zit hier dus op het hoogste gebouw ter wereld. Ja, weet je wat ik ook laat zien hier? Ja, dit moet je gewoon een keer in je leven gedaan hebben. Ja, wat moet ik zeggen? Je ervaart het pas als je hier bent. En ja, wat moet ik zeggen, man? Het is gewoon echt niet normaal.
Ja, dus dit is en voor je met je gezin, vrienden, vriendinnen, je ouders, met je geliefde. Ja, moet ik zeggen. Het is gewoon, het is gewoon top, hoor. Het is echt, echt top. Goedemorgen mensen, we zijn net wakker, maar gisteren waren we echt moe, of niet? Ga je niet zwemmen? Nee? Oh. Wat vinden jullie van onze outfits trouwens? Waar ga jij heen dan, hè? Trouwens, weet je wat ik echt grappig vind? Dus deze man, ik heb enkel sokken voor hem, maar hij heeft het gewoon helemaal kapot getrokken, hè? Dus joh, hij moet het gewoon zo hebben. Dus mensen denken van, wat doet deze broek? Kijk eens, en dan gaat hij omhoog. Kijk. En let op, nu heb ik zeg maar. Nee, wat verander je onze slogan dan zijn? Het is jawel. Oké, nou we hebben net even ontbeten. Hij heeft net even gezwommen, een beetje relaxed, ontspannen. En we gaan nu, dus ik doe wel alsof ik weet waar we naartoe gaan. Waar gaan we naartoe? We gaan naar een Skyview. Okay, mag ik even kijken? Goed dat hij hem erbij pakt. Dit is wel handig, want jullie weten natuurlijk dat dit de samenwerking is met dat dit de samenwerking is met H-Travels. Een van de dingen wat hun speciaal maakt om met hun te reizen, ze hebben een soort van folder, flyer. En er staat natuurlijk allemaal informatie in. Maar wat ik zelf tof vind, is dat eigenlijk gewoon per land waar je naartoe gaat, of stad, staat gewoon exact beschreven. De restaurants, activiteiten die je kan bezoeken, de bezienswaardigheden, winkels. Ik zit nu iets juist interessants te vertellen als hij. Wat ik zelf interessant vind is. Als ik naar een land ga, ik weet eigenlijk nooit wat ik moet gaan doen. Ik hoor van vrienden meestal van oké, dat moet je doen. Maar nu staat gewoon heel duidelijk beschreven wat je kan gaan doen, waar je dat kan gaan doen. En ze hebben het zelf allemaal onderzocht. Dus ik weet dat zij dus elke land zeg maar bezoeken. En echt uitzoeken van oké, het eten wat ze, de restaurants wat ze aanbevelen, hebben ze zelf ook echt daadwerkelijk geproefd. De hotels hebben ze nagecheckt. Eigenlijk alles hebben ze zelf nagecheckt. Dus dit is gewoon, ja, het ziet er heel simpel uit en zo, maar dit scheelt je enorm. En dat is ook de reden waarom ik eigenlijk nu standaard weet wat ik moet gaan doen en hoe ik dat moet gaan doen. Dus wat we nu gaan doen, dames en heren, wij gaan nu lekker de taxi pakken en wij gaan nu naar de Skyview. En het schijnt dat daar lijp is. Jullie weten, ik heb hoogtevrees, ik heb niks met vliegtuigen, al die dingen. Maar, ik wist al wat je ging doen, vriend. Maar we gaan in ieder geval, ik ga er gewoon in mee. Wat ze ook zeggen, bijna alles doe ik gewoon aan mee. Nee, helemaal niet. Ik heb je gewoon vast. Jalla, wij zijn echte. Echt man. En wij geven iedereen alleen maar. Liefde. En wij zeggen, tank. Nee, positiviteit. Aarde. Aarde, bitch. Gewoon of 1 of 53. Wow. Bismillah. Kijk, jij kan niet kijken, man. Bro, kijk, man. Wee. Allah, dat is echt erg. Bile. Mooi. Dan moet die negatieve energie van mij niet. Hij is aan het verwerken. Wauw, gek.
eerst even alles klaarzetten. Weet je wat we nu gaan doen? Kleibaan. Nu is de vraag, ga ik bij hem doorzetten of niet? Ik weet, hij gaat het helemaal geweldig vinden. Vooral, hij vindt kleibaan superleuk. Maar hij, zeg maar, hij heeft echt zijn zesde zintuig. Dus hij voelt nu die spanning die ik heb, die voelt hij niet. Dus wat ik ga proberen is hem gewoon rustig kijken. Zie je? Dit is wat hij dan doet op het moment dat het iets te veel wordt voor hem. Dus ik ga hem zeker niet pushen. Maar ik ga wel kijken van oké, wil hij het gewoon echt niet? Of is het gewoon een angst wat hij moet overwinnen? Nou, dat is gewoon die balans die je moet vinden. Toch? Hè? Toch niet? Dus we gaan even kijken. Hey, wij zijn echte. Echte mannen. Zometeen is die glijbaan schijnt nog heftiger te zijn. Dus ik ga het gewoon proberen zometeen. Maar ja, ik kan me voorstellen dat jullie thuis zitten en denken, valt mee. Maar als je echt de hoogtevrees hebt en zo, dan is dit echt een. Dan is dit echt wel een dingetje. Dus heb ik hem overtuigd. En wat gaan we nu doen, Dylan? We gaan in de glijbaan. Hè? Wat gaan we doen? Kijk, als hij gaat, dan weet ik dat hij enorm veel spanning heeft. Dat is trouwens ook een les. Hey, we gaan van de glijbaan. Wat gaan we doen? Glijbaan. Ben je klaar voor? Het is volledig mij van het voordeel kijken. Zelfs ik voel hem. Voilà. Ja. Okay. Alleen vast houden, hè? Kijk die.
ik vond het oprecht echt spannend. Maar ik moet zeggen, je doet het op een goede manier. Je voelt zijn energie. Jij weet hoe hij reageert op momenten dat hij echt niet wil. En hij doet wat jij doet. Als jij je veilig voelt, voelt hij zich veilig. Ja, ja. Dat is precies wat eigenlijk naar voren is gekomen. Maar hij zag jou gaan en hij dacht van, als mijn broer het kan, kan ik het ook. Jij geeft hem zelfvertrouwen. Dat is echt mooi. Maar vind je niet dat ik te veel push? Nee, helemaal niet. Jij neemt geen besluit op basis van jouw emotie, maar op besluit op basis van zijn emotie. En dat is powerful, man. Echt. Thanks, man. Love. Nou. De auto is gewoon meegekapt.